Hallo allemaal, welkom bij het laatste beeldverslag van de bouw van de studio van Radio Kapelle. De hal ziet er alweer keurig opgeruimd uit. Rechts van die stellingwagen, daar komt dat prachtige zitje te staan. En door de stellingwagen heen zie je de ingang weer van onze studio. En het licht waar links dat brandt, dat is de centrale apparatenruimte waar alle computers en apparatuur komt te staan. Goed, onze klapdeurtjes die blijven zo, daar mag niets aan veranderd worden. Draaien we even naar rechts, dan zien we die mooie ruimte waar dat prachtige zitje komt, waarvan ik jullie al een plaatje heb toegestuurd. Verder draaiend in de hal zie je de uitgang, in casu ingang, en er staat ook een liftschacht in het midden van de ruimte. Je ziet hier de ingang van de lift. En even verder doordraaien onze toiletten, dan weet je ongeveer waar je die vinden moet. Goed, we hebben het stroom eindelijk. Onze groepenkast is opgehangen en werkt. Elke ruimte heeft zijn eigen groep en dat is veiliger dan ooit. Allerlei andere beveiligingen, overspanningsbeveiligingen en dat soort zaken. Moet hier allemaal in zitten of komt erin? Dat is mij niet heel duidelijk. Maar ik vind het een indrukwekkende kast. Naast de groepenkast in de ruimte zie je heel veel kabels. En die hele mooie witte kabels zijn van Radio Kapelle. En al die grijze kabels die je naar boven ziet, die moeten allemaal nog weggeknipt worden. Want die hebben te maken met de vorige eigenaar. Er is koeling in de ruimte en die is getest en werkt. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Inmiddels is het begonnen met het bedekken van de vloer. En dat gebeurt met tapijttegels. Er is een mooie tegel gevonden voor de studio met een motief erin. En die wordt afwisselend gelegd met zwarte tegels. En met die zwarte tegels wordt dan een soort looppad gecreëerd. En dat gaan we dadelijk zien. We draaien even richting de omroepcel. En daar zie je dan zo'n zwarte rand liggen. We zien hem dadelijk wat beter in een stukje verder in de opname. De omroepcel, daar komt hij. Omroepcel van Studio 1. Hier zie je dan zo'n pad rond de tafel. Met ertussenin de vloerbedekking met het mooie grijze motief. De tafel voor de omroep. De tafel in de omroepcel moet ik zeggen, die is al gereed, kun je wel zeggen. Er moet alleen nog materiaal op geplaatst worden als een computer. De hoofdtelefoonkastjes en microfoons uiteraard. Dit is de tafel in de controlekamer tegenover de omroepcel. Hier komen vier schermen te staan. Bij wijze van proef zijn er twee even gecreëerd. Het is een grote ronde tafel, net zoals in de omroepcel. Alleen breder. Je kunt hier dus ook binnen de tafel, een halve cirkel, kun je dus ook zitten. Met twee mensen kun je de zaak bedienen. En daaromheen kunnen dan nog eens drie gasten plaatsnemen of een co-presentator. Het is een voortreffelijk tafelblad. Hiermee voldoen we aan de wensen van velen. Hier kun je het nog even zien van de zijkant, het meubel voor de techniek. En je ziet dat rechtsonder Peter bezig is met het leggen van vloerbedekking in de controlekamer. En Willem komt een trapje lenen. Het is niet zo'n leuke positie waar Peter zit. Hij heeft al drie keer zijn hoofd gestoten en dat was wel pijnlijk. En Willem is in de omroepcel bezig met het verder afbouwen van het plafond. Al kruipend wordt hier gewerkt, zoals je ziet. Het is passende meten, maar het lukt. Het ziet er mooi uit inmiddels al. Vergeet niet de datum te noteren in je agenda voor een van de twee mogelijkheden om in de avond de studio te komen bekijken. We hopen dan ook dat de normale, de echte verlichting zoals die erin komt te zitten brandt. Want wat je nu ziet is alleen nog maar noodverlichting. Dan heb je Willem weer, die komt even uit de omroepcel. Ah, een interessant
driehoekje heeft hij gevonden. Daar gaat hij mee. In de hoek van de omroepzaal. Ah, kijk, daar is het plekje. Dat moet nog gevuld worden. Ja, dat is te groot. Daar moet iets aan gebeuren. Meten. Er is ook een speels element aangebracht in de plafonds van de werkruimtes. Zoals je ziet, een combinatie van off-white en lichtblauw. En dat is toch wel heel bijzonder. Je merkt ook steeds meer dat alles wat nu in de ruimte wordt aangebracht, de demping alleen maar verhoogt. En het geluid van de Rijksweg is niet te horen. Kan ik je verzekeren. Hier zie je even de vloer van de omroepcel. En twee stoelen op elkaar, dat is wel makkelijk. En nog even een beeld van de tafel. Dat is een fantastisch mooie tafel. Helemaal in eigen beheer gebouwd. Want zoiets kun je niet makkelijk kopen. De koffer van Hans Verzeijden, ons hoofdtechniek. Hij is bezig met het afwerken van allerlei kastjes die nodig zijn om de verlichting, de LED-verlichting in de ruimte te laten draaien. Die LED-verlichting die kun je dan zelfs nog instellen met een bepaalde kleur. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. Kabels strippen, draaien en dan moet dat daar aan die kastjes vastkomen. Die kastjes hebben te maken met de LED-verlichting en die zie je straks niet meer, want die verdwijnen boven het plafond. Of die worden gemonteerd aan de kabelgoten, dat is ook nog mogelijk. Ja, dat moet goed zitten in ene keer, want anders heb je er alleen maar problemen mee als dat niet gebeurt. Dat is Hans wel toevertrouwd, want het is zijn vak. Interessante doosjes, maar waar ze voor dienen, dat merken we wel als we de stekker omdraaien. Goed, dit was het laatste beeldverslag van de bouw van de studio van Radio Kapelle. In december hebben we twee avonden voor jullie gereserveerd om van dichtbij te komen kijken. Dat is toch altijd anders als via een film. En jullie zijn dan ook van harte welkom. Vanaf 7 uur tot 10 uur, want dan gaan we eruit. En dan kunnen jullie rondlopen, kijken, gaan zitten, eens proberen. En dan, ik zou zeggen, tot ziens dan.